Yeah. Oh.
passeren nog twee volledige ronden te gaan. Onder aanvoering van de man die vandaag al twee koersen won en een duo sulky koers, Patrick van Ooyen. Leider dus met Valeur Leblanc op de tweede plaats, daarachter de gouden helm van de kampioen. Hij rijdt Marcel Bos. Plaats 3 is voor John de Leeuw. John met Sterre Caspo. De vierde plaats in de eigenarenkleuren, Gerrit de Jong. En hij rijdt Quick Dalimo. Eerste paard aan de buitenkant in de kleuren van Merwe Staal Moerdijk. Rob de Vlieger met Ungerman Impuls met aan de relingzijde daarnaast de Victoria Park kleuren. En de helmcamera van André Bakker met Zuleika River. Daarachter nog drie combinaties. Yesterday, Dante de Linde en Jos J.E. In het steerskampioenschap van Friesland met nog een ronde te gaan. Valeur Leblanc leidt op de tweede plaats, daarachter Marcel Bos. Dan Sterre Caspo, dan Ungerman Impuls. Daarachter Quick Dalimo met Dante de Linde. Dan Yesterday en schrijft Jos J.E. nog niet af. Hij heeft dan wel die fout gehad, maar hij ligt er wel heel mooi in met Eelke Kruis. En we hebben nog één ronde te gaan. Kijk eens over de schouder, Patrick van Ooyen. Waar liggen ze allemaal? Nou, ze liggen nog allemaal achter hem. En voorlopig heeft hij nog altijd een lengtevoorsprong met Valeur Leblanc. Maar hij begint nu gas te geven. Hij gaat nu rijden. Hij wil geen aanval van achteraf. Hij wil niet worden verrast. Op de tweede plaats Marcel Bos. Derde plaats nog altijd voor Sterre Caspo. Dan Ungerman Impuls. Dan Dante de Linde. Dan Quick Dalimo en Jos J.E. En daarachter met nog altijd de handen vol. Yesterday, Stefan Schoonhoven. Paarden op weg naar de laatste bocht. En Van Ooyen gaat er helemaal voor liggen. Hij ligt al in de finishhouding, maar hij moet nog 500 meter. En het is Valeur Leblanc die leidt. Daarachter Marcel Bos, die laat zich niet weglopen. Daarachter Sterre Caspo, die heeft het moeilijk. En daar gaat Jos J.E. in de aanval. Jos J.E. moet door het vierde spoor, want hij wordt opgevangen door Dante de Linde. Die gaat door het derde spoor naar voren. Maar de koploper hebben ze nog altijd niet in zicht. Die is nu halverwege de laatste bocht. Valeur Leblanc leidt. Daarachter Marcel Bos, die komt een half spoortje naar buiten. Sterre Caspo gaat ineens ook weer meedoen. En die gaat naar het derde spoor. En die drie paarden komen naast elkaar de laatste rechte lijn in. Het steerskampioenschap van Friesland. Voor wie wordt straks het Friesland gespeeld? Het lijkt voor John de Leeuw. Want in het midden van de baan pakt hij iets voorsprong. Met Sterre Caspo. De kampioen aan de binnenkant probeert alles. Marcel Bos, Sterre Caspo op de streep. Sterre Caspo die wint. Marcel Bos wordt tweede. Quick Dalimo overtreft zichzelf en wordt derde. Ja, een applaus, dames en heren. De winnaar van het steerskampioenschap van Friesland, John de Leeuw, gefeliciteerd. We laten hem even lopen, want hij stond opmerkelijk rustig. Zo is hij normaal eigenlijk niet. Hij is wat drukkerig. Hij is heel druk af en toe, ja. Hij is gewoon heel apart. Het moet allemaal gewoon lekker lopen bij hem en dan gaat het goed. Ook met de bandenstart, dan kun je mooi wegdraaien. Geen oponthoud en dan loopt hij ook heel braaf weg. Maar het is wel eens anders geweest. Ik zag jou in de laatste bocht. Ik denk die voorste twee zijn weg en John haakt af. Dacht John dat zelf ook? Nou, dat niet, want ik was heel blij met het hoge tempo onderweg. Want dan kunnen de achterste paarden natuurlijk minder bijkomen. Maar dan heeft hij altijd even een heel lauw moment. Dat heeft hij altijd gehad. En dan moet ik hem eventjes flink aansporen en dan gaat hij weer. John, hartstikke gefeliciteerd. Meer hoeven niet te zeggen, denk ik. Ga lekker voorrijden. Steerskampioenschap van Friesland. Had je die al eens gewonnen? Ik dacht het wel, ja. Maar ik weet niet meer met welk paard. Dan ga je dat lezen in je lijfblad. John de Leeuw, dames en heren. Hij wint met Sterre Caspo. Hij gaat weer plaatsnemen achter zijn paard. Een topdraver. Kan pieken op de goede momenten. En dat deed hij vandaag. Start hier over in het steerskampioenschap van Friesland. Minuten.